Het Schiedam van begin vorige eeuw is sinds dit weekend te zien in een serie tekeningen van kunstenaar Marcel van Ede. Hij maakte een beeldverhaal naar aanleiding van een novelle van de Schiedamse schrijver Bordewijk. Van Ede maakte een boek van zijn tekeningen en daarvan is een expositie te zien in het Stedelijk Museum in Schiedam. En ik heb later in Google Books nog veel meer teksten gezocht die ik samen gebruikt heb voor dit verhaal. Het is van A.J. Zoetmulder, die een hele roman geschreven heeft over, die speelt in Schiedam rond 1900. Voor mij was het een soort afdalen in het verleden van Schiedam ook. Dus je laat die stemmen die daar al een keer gesproken hebben over Schiedam in al die boeken, laat je weer spreken, maar in een andere samenstelling, waardoor het toch weer tot leven komt op de een of andere manier. Mijn hoofdpersoon die gaat de stad in en beschrijft wat hij ziet in die stad. Dus die zwarte stad, die rook, al die molens daar. En er is een klein lichtpunt in het verhaal, en dat is maar een heel klein stukje. En dat heb ik ook uit een voorbeeld, en dat was Circus Henny. En dat Circus Henny was kort in de stad. En, dat was het, en dus ook in het boek, in dit verhaal, is het enige kleine lichtpuntje, dat circus in de stad. Wat definieert volgens jou Schiedam? Nu of toen? Nou ja, voor mij, ik ben alleen maar geïnteresseerd in de geschiedenis. En voor mij is het alleen maar zwart. Zwart, zwart, zwart. En dat is ook precies wat in dit verhaal zo'n grote rol speelt. En het zwart speelt in mijn werk altijd een rol. Zwart is een kleur of een niet-kleur die ik altijd gebruik. Mijn stift is zwart. En dat past heel goed bij Schiedam. Wat dat betreft passen jij en Schiedam wel goed bij elkaar? Ja, misschien. Ja. Ja, ik ben toch meer een Hagenaar. En dat blijf je altijd.